Kom dan de Belma. Is goed. Feliciteerd. Volgend jaar is het dubbelfeest in de Belmar. En jullie bestaan 50 jaar. En de Passion komt naar jullie toe. Ja, geweldig. Ik ben ontzettend blij dat het besluit genomen is dat ze hier naartoe komen. Ben je blij dat het hier naartoe komt? Ja, ik kan maar geen ene rijd boeien eigenlijk. Wie? De Passion. Oh, gezellig. Dan bezorg ik dat ik weg ben. Je wilt niet de Passion bijwonen? Nee, je gaat daar vieren op Curaçao. Wat gaat u dan vieren? Kerst en oud en nieuw. Maar het is met Pasen, hè? Ja. Ik denk dat hier een hoop passion is. Ja, en waarom is er zoveel passie dan? Kijk maar eens om je heen. Buurt met passie. Kom dan de Belma. Is goed. Feliciteerd. Passion naar Zuidoost. Kijk, wat je ook mag zeggen van die rare EO, die zijn wel slim, hè? Er zijn in Zuidoost ook een heleboel van die domme mensen die geloven in dat hele christelijk praatje, al dat soort dingen. Dus ze kunnen ook weer de diversiteit die ze ook zullen bereiken, want het zijn verschillende kleuren. Dus het is wel heel slim van die christelijke jongetjes en meisjes van de EO. Maar ja. Heel veel mensen zien het ook als het afvoerputje. Ja, maar het afvoerputje is daar waar het altijd gebeurt. De mooiste bloemen, ja, die groeien op de vuilnisbelten. Dus het wordt wel een beetje zwek. Klein beetje wel, ja. Kunt u even laten zien hoe dat dan bij jullie eraan toe gaat? Nou, ik zei eerlijk gezegd, ik ben te moe ervoor. Kunt u dat even laten zien? Wat is dan swag? Nee, ik ben zelf niet van de swag. Nee. En uw vriend? Ja, hij is full of swag. Hoezo moet je dat doen? Ha, la, la, le, la, 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 la.